Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Gedurende de avond komen er in het binnenland lokaal perioden van licht tot matige buien voor, die soms gepaard gaan met onweer en windstoten. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, dinsdag 16 januari, blijft het in de ochtend bewolkt langs de kust. Tijdens de middag en begin van de avond komen er perioden met plaatselijke lichte tot matige regenbuien voor. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er dinsdag 16 januari in het binnenland lokaal matige buien kunnen voorkomen met onweer.